boodschappen. Dus ik voel me nu echt al op vakantie, terwijl ik nog altijd in België zit. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Zoals je kunt zien ben ik thuis. Het is nu iets voor 9. Ik ben al een uur op, ongeveer. Is dat super moeilijk was, want ik ben echt pas vannacht rond 10 voor 1, kwart voor 10 voor 2, kwart voor 2 in slaap gevallen. Dus om kwart voor 8 ben ik toch opgestaan, dus dat was redelijk moeilijk. Maar ik wil heel graag mijn mama zien voordat ik weer vertrek. Ik ga vertrekken namelijk op Surprise Me. En ik ga met Surprise Me richting Eindhoven. En ik slaap iets over Eindhoven in een heel landelijke omgeving. En dit is super mooi zonder Blair. Dit is geen filter. En nu ga ik me omkleden, denk ik. En dan gaan we stelletjes aan vertrekken. Ik weet nog niet of ik doorgaan ga stoppen in Turnhout of in Eindhoven. Misschien dat ik een terugkeer stop morgen in Tilburg. Maar we zien nog wel. Goedemorgen, ik zit nu in de auto klaar om te vertrekken op Surprise Me bestemming. Ik heb dat daar straks gekast en ingevuld op de computer. En nu gaan we richting Mariahout in Nederland. Op een super rustig gelegen plekje. Een soort B&B in the middle of nowhere. Dat wordt super tof. Maar eerst ga ik stoppen in Turnhout. En afhankelijk van hoeveel tijd dat ik erachter heb, nog in Eindhoven. En dan gaan we rijden naar de B&B. En misschien ga ik daar ook in de buurt een wandeling doen. Of misschien doe ik dat morgen wel. Het feit dat ik toch nog heel erg moe ben, doet er eventjes gewoon ook niet toe. Vannacht ga ik super goed slapen. Ik heb de foto's gezien van mijn slaapplek en het wordt echt fantastisch. Hallo! Ik heb een heel eindje gereden. Ik heb ook een klein beetje in file gestaan rond Antwerpen. Ik ga moeten heel goed oppassen hoe dat ik dat morgen ga doen en terugkeren. Om zo weinig mogelijk file te hebben in Antwerpen. En nu ga ik eventjes Turnhout verkennen voor ik doorrijd naar Nederland. Ik weet nog niet of dat ik... Ik ga waarschijnlijk direct dan doorrijden naar de plek waar ik slaap. Omdat ik dan daar op mijn gemak kan doen. Ja, maar wat slecht, ik moet wandelen. Omdat ik daar dan op mijn gemak rond kan. En dan ga ik morgen naar Eindhoven. Net gewerkt bij Dia en Camille. Ik heb daar ook iets gekocht. En nu zit ik bij het kasteelpark. Normaal noemt dit de waronde, denk ik. Het grappige is, ik voel me nu echt al op vakantie, terwijl ik nog altijd in België zit. Cool is die muurtekening achter mij. Zo cool. En iedereen kijkt me een beetje raar aan, want het is waarschijnlijk geen toeristenverwacht om maandagmiddag in de stad. Hallo, ik ben toegekomen in de bed and breakfast. Ik zit in Nederland, in Mariahout om precies te zijn. Ik ga eventjes kamer tonen. En, want dat is een goede excuus om uit mijn bed te raken. Dit is de deur van de kamer. Hier heb je een kapstok, maar het is zo allemaal in zo'n schoon landelijke stijl. Hier heb je een spiegel en een bureautje. Hallo Fobe. Dit is mijn outfit trouwens van de dag. H&M. Ezels denk ik. Een houten kleerkast die ik niet ga gebruiken, maar wel eigenlijk heel mooi vind passen bij de kamer. Uh,
een nachttafeltje, een lamp, een super groot dubbelbed. Het is echt een groot dubbelbed. Zo zalig. En het is ook zo een bed dat je zo uit elkaar kan schuiven, moest het nodig zijn. Nog een lampje, klok, airco, lampje, een mooie okerachtige zetel, een tapijtje, bloemetjes, tv, stoel. Hier heb je zo van die Velux ramen, super tof. Dat is zo'n schuine houten wand. Dan daar heb je een licht. Nog een licht. De deur naar de badkamer. Televisie. Televisiebakje. Zo'n mandachtig tafeltje. Met koffie en theezakjes. Hier heb je ja, een raampje naar buiten. Een vuilbakje. Volgens mij van Mickey, want ik denk dat ik ongeveer dezelfde heb thuis. Dit is de badkamer. De vloer is hier een klein beetje anders. Het is hier zo'n houtachtige vloer. Toilet. Handdoekjes. Wc-rol houder. Maar het is ook zo met zo'n industriële terug die erin komt. De badkamer. De spiegel. Hier heb je ook nog een lampje. Handdoekhouders. Handdoekenrek. Slash chauffage denk ik. Een douche. Maar zo'n echt een prachtige regendouche. Misschien pak ik wel een douche. Hier heb je dan een badkamerkast. Een haardroger. Handdoekjes. Aloe vera gel. Aloe vera gel en shampoo. Zeep. Dat is misschien ook de reden dat ik in mijn bad gegaan. Want in de douche gegaan om de aloe vera. Schone hoofdsteen. Ja, toilet had ik al gezegd. En dat is het overview van de kamer. Echt zo mooi. Het leukste aspect zien, want ze hebben hier blijkbaar alpaca's. Sowieso, als je al door die raampjes kijkt, voel je al zo mooi. Oh, ik vind het zo'n mooie plek. Ga je sowieso overschrijven. En nu ga ik kijken of ik daar kan zien. Wij zitten op het eerste verdiep, dus daar zie je de ingang van het bos. Picknicktafel. En de spinnenweb hier. Zo'n verschil met Parijs afgelopen weekend. Zo'n mooie plek. Ik zou hier echt in deze kamer gewoon kunnen wonen, denk ik. Ze is zo mooi. Mijn bed is zo goddelijk. Ik heb er al gelegen, nog niet in geslapen, maar het is goddelijk. Ik ben hier trouwens helemaal alleen, want ik ben alleen op vakantie. En voordat ik naar hier kom, ben ik nog gestopt in Berendijk of zoiets. En ben ik naar de Action geweest en naar de Appie. De Albert Heijn. Zo noem ik de Appie. En nu ga ik nog eventjes tot rust komen. En dan ga ik buiten tot rust komen, want ik kan niet wachten om hier de mooie omgeving te verkennen. Ik moest op van om op de grond te liggen. Tijd om de locatie hier een beetje te verkennen. Dit is echt zo tof. Ik ga mijn airco uitleggen, want ja, die heb ik toch niet nodig. Huh?
deze lieve pony's geaaid. De lammetjes zijn ontsnapt, het rijtje ook. De andere rijtjes waren een beetje bang voor mij. Eén heetje heeft ze gelaten. En de alpaca zeker niet, de konijntjes binnen. Maar super schattig. Want het zijn echt zo baby konijntjes, wel konijntjes. Maar dan moeten ze sowieso wachten tot ik een huisje heb met een kleine tuin. Kijk hoe schattig de ponies in elkaar aan het aflekken. Hallo, ik ben hier. Nog geen 100 meter van mijn bed en breakfast verwijderd en ik zit hier in het midden van het bos. Langs mij zijn er wel twee grote banen, maar eigenlijk is er nog niet zo heel veel volk gepasseerd. Ik zit gewoon op een boomstam, zoals je dat in een bos hoort te doen. Ik heb net zo'n huisje tussen de blaadjes zien proberen en dat was het meest schattigste ding, denk ik, dat ik vandaag al gezien heb. En ik heb al veel schattige dingen gezien vandaag. Hier op het bankje zit ik ook na te denken over wat ik eigenlijk wel met mijn leven en waar ik naartoe wil met mijn leven, omdat dat een beetje grote materie is. Maar ja, als je alleen in een bos zit, met niks anders dan vogelluiden om je heen, om je wezen te hebben, dan denk je aan zoiets. Zit ik nu echt enorm te denken dat ik nog heel graag naar het Sundpark Campus de Meren wil. Dat dat echt mijn plaats is waar ik echt gelukkig ben, waar ik super hard tot rust kom. Het is echt de ideale combinatie voor mij van de natuur die ik daar super mooi vind. Die ook een beetje gelijkaardig is hier. Zwemmen die ik super leuk vind. En ja, het vakantiegevoel. Ik ben daar de eerste keer geweest toen ik super klein was. Want ik ging met mijn ouders altijd naar Sundparks toen ik jong was. En ik denk dat we morgen het meest hebben gedaan. De Campus de Meren. En dat is sowieso ook mijn favoriet. En ik dacht er vandaag weer aan. Omdat ik er langs reed vandaag. Ik kon de uitrit Mol kiezen. Ik ga misschien een terugkeerde uitrit Mol kiezen. Om een wandeling te doen langs het meer. Dus dat hoger op mijn to-do-list voor morgen dan Eindhoven. Dus. Maar ik ga waarschijnlijk wel nog een keer naar Eindhoven. Het zou stom zijn om er zo dicht om te zijn. En niet de stad te gaan bezoeken. Maar ik ga moeten ook na checken om hoe laat ik ongeveer door Antwerpen gepasseerd moest zijn om geen uur in de file te staan. Kan dan nog na Antwerpen, kan nog bij mijn broer binnenspringen of ik naar de IKEA gaan. Ik denk voor mijn huisje. Ik ben ook wel zo klein beetje aan de les welk thema ik wil voor mijn huis. Wat dat goed tijd wordt, want ik heb al veel spalletjes. Soms is dat ik in dit mooie bos heel te naar mijn klok aan het kijken ben of naar mijn uurwerk. Omdat ik nog wel douchen in die mooie regendouche. Omdat ik heel graag nog veel wil lezen in mijn boek. Omdat ik op tijd wil slapen. Ik ben super moe. En omdat ik nog naar mijn ouders wil bellen. Want ik heb ze de afgelopen dagen bijna niet gezien of gehoord. En ik heb heel veel te vertellen. Dus. Hi, ik ga douchen. Het is iets na 10 uur en ik ben echt dood op. Ik ga slapen. Ik hou jullie gewoon nog even laten weten dat ik en uit de bergen kwam een echo van Kalitz Hosseini heb uitgelezen. Peace out. Doedels.